Ons bedrijf heet CleanTech Aviation. En ons bedrijf maakt een oplossing voor de luchtvaart om op vloeibaar aardgas te kunnen gaan vliegen met 25% minder uitstoot. Ik had ook een droom om piloot te worden als jongen van 8 jaar oud. En dat ben ik ook geworden. Toen werd ik ongeveer 45, 50. Toen dacht ik, wat doe ik nu met al die kennis? En vanuit die historie, bij de luchtmacht 20 jaar gevlogen en uiteindelijk hier in Groningen geland. Ja, om die droom als vlieger op water te kunnen gaan vliegen, te gaan verwezenlijken. Groningen staat bekend om geen gebakken lucht. Dingen gewoon doen en samenwerken. Excel sheets invullen met allerlei getallen. Een probleem oplossen. Heb je een probleem, is het oplosbaar? En ga verbinden. Dus ga niet alles zelf alleen doen en ga, dat is eigenlijk vieren, ga mensen bij je trekken die jouw zwakheden beter kunnen, zodat je een hecht team gaat worden. Nooit meer op vakantie. Maar wel vliegen hoor. Ja. Ja, de vliegen is veel belangrijker. De grootste uitdaging is om alle partijen die we nu bij elkaar gebracht hebben, bij elkaar te brengen. En samen als één partij te gaan werken aan een oplossing voor de vervuiling in de luchtvaart.